Ecologie, energiestromen. In dit filmpje behandel ik de begrippen die op deze slide staan. Aan het einde van het filmpje weet je als het goed is de betekenis van al deze begrippen. Als het niet duidelijk is in het filmpje, schrijf je vraag dan op en stel hem in je eerstvolgende biologieles. In het vorige filmpje heb ik het gehad over de verschillende typen voedselrelaties die organismen met elkaar kunnen hebben. Een belangrijk type waren de producenten, de organismen die kunnen fotosynthetiseren. Zij zorgen namelijk als enige voor de productie van organische stoffen. Deze organische stoffen, zoals glucose, zijn een grote bron van energie. In dit filmpje gebruik ik dan ook de term energie en organische stoffen een beetje door elkaar heen. De hoeveelheid organische stoffen die door producenten geproduceerd wordt, wordt uitgedrukt in biomassa. De totale hoeveelheid energie die de producenten vastleggen in organische stoffen wordt de bruto primaire productie, BPP genoemd. Deze wordt uitgedrukt in kilojoule per kubieke meter per dag. Alleen worden niet al deze geproduceerde organische stoffen vastgelegd in het organisme. Een deel wordt namelijk gebruikt voor dissimulatie. Bij dissimulatie komt energie vrij. De energie die vastgelegd is in glucose kan door de plant door middel van verbranding weer worden vrijgemaakt. De vrijgemaakte energie kan gebruikt worden voor processen in de plant die energie kosten. Dus de bruto primaire productie bestaat uit de totale hoeveelheid organische stoffen die zijn geproduceerd en een deel daarvan gaat op aan verbranding en de rest van de hoeveelheid organische stoffen wordt vastgelegd als biomassa in het organisme zelf. Hiervan kan de plant groeien. Groei betekent biomassa aanmaken. Deze hoeveelheid organische stoffen wordt de netto primaire productie genoemd, NPP. Deze netto primaire productie is erg belangrijk, want deze komt beschikbaar voor de volgende schakel, ook wel trofisch niveau genoemd, in de voedselketen. Een consument van de eerste orde, een herbivore, eet een plant op en ontvangt zo energie. Organismen gebruiken de energie uit het voedsel voor bijvoorbeeld beweging, groei, herstel, het lichaam op temperatuur houden en vele andere processen. Een consument uit een hogere orde eet deze consument vervolgens op en ontvangt daardoor ook weer energie. De producenten zijn dus verantwoordelijk voor de energievoorziening van een heel voedselweb. En deze energie is allemaal afkomstig vanuit zonlicht. Dus, de bruto primaire productie is de totale hoeveelheid organische stoffen die een producent heeft gevormd. En de bruto primaire productie, min de biomassa die de planten nodig hebben voor de dissimulatie, geeft een netto primaire productie. Als je naar de hoeveelheid energie gaat kijken in een voedselketen, zie je dat er bij veel meer energie is er aan het begin van een voedselketen dan bijvoorbeeld bij een consument van de derde orde. De vraag is dan natuurlijk, waar is al die opgeslagen zonne-energie heen gegaan? Niet alle biomassa uit het eerste trofische niveau komt beschikbaar voor het volgende niveau. Slechts een deel van de biomassa wordt in het volgende niveau vastgelegd. En bij iedere stap in de voedselketen gaat biomassa verloren. Dit komt onder andere doordat de opgenomen biomassa een deel gebruikt wordt voor de dissimulatie, voor beweging en lichaamstemperatuur. En deze biomassa gaat dus verloren. Daarbij komt energie, gedeeltelijk ook in de vorm van warmte, vrij. Daarnaast is een deel van wat gegeten wordt niet verteerbaar en wordt uitgepoept. Wij kunnen bijvoorbeeld geen plantaardig materiaal verteren, doordat wij geen enzym hebben om cellulose af te breken. Er worden ook delen van organismen niet gegeten. Denk bijvoorbeeld aan botten, haren, nagels. En er zijn ook organismen die niet gegeten worden. Hier nog even een overzicht van alle oorzaken. Ik zei net een aantal keer dat de energie verloren gaat, maar de term verloren is eigenlijk niet zo goed gekozen. De energie gaat namelijk echt wel ergens heen, in de vorm van warmte of bijvoorbeeld in onverteerde resten. Wat wel zo is, is dat deze energie niet gebruikt kan worden voor groei en dus het creëren van biomassa. Daardoor zou de term verloren wel goed kunnen zijn, maar een betere term is misschien uitstroom van energie. Per trofisch niveau vindt de uitstroom van energie plaats, in plaats van per trofisch niveau vindt de energieverlies plaats. Doordat er per trofisch niveau uitstroom van energie plaatsvindt, ontstaat er een piramide van biomassa. Meestal wordt met biomassa het drooggewicht, het gewicht zonder water, bedoeld. In de piramide van biomassa wordt dan ook het totale drooggewicht per schakel weergegeven.
De piramide van biomassa heeft meestal de vorm van een piramide, omdat biomassa in een voedselketen in elke schakel kleiner wordt. In elke schakel van een voedselketen verdwijnt namelijk energie, door dus uitwerpselen, dissimulatie en afgestorven weefsels. Uiteindelijk komt dus maar een klein gedeelte energierijke stoffen ter beschikking als bouwstof voor het organisme in de volgende schakel. Het is ook mogelijk om een piramide van energie te maken. De piramide van energie van een ecosysteem is een grafische weergave van de energie die per trofisch niveau vastgelegd is in de organische stoffen. De energie in reducenten wordt meestal weggelaten of in een aparte kolom weergegeven. In deze piramide zie je duidelijk dat er heel veel energie verloren gaat. Je weet nu als het goed is waarom je deze energie eigenlijk niet verloren mag noemen. Het is ook mogelijk om een piramide van aantallen te maken. De piramide van aantallen wordt gebruikt om aantallen organismen per trofisch niveau weer te geven. De linker piramide geeft aan hoeveel individuen elk schakel van een voedselketen heeft. Deze piramide heeft een piramidevorm, maar zoals je ziet, de rechter heeft geen piramidevorm. In een voedselketen wordt het aantal individuen in elke schakel dus meestal kleiner. Meestal ziet de piramide van aantallen in een ecosysteem er dus zo uit als een linker figuur. Veel kleine planten en minder en grotere planteneters en weinig grote roofdieren. In een bos met grote bomen is het aantal producenten juist klein. Bomen hebben wel een grote biomassa. Een derde en hogere trofisch niveau kan ook bestaan uit zeer grote aantallen zeer kleine vleeseters, parasieten. Maar hier is nu geen afbeelding van. Even een korte samenvatting. De bruto primaire productie is de totale hoeveelheid organische stoffen die een producent heeft gevormd. De bruto primaire productie, min de energie die de planten nodig hebben voor de dissimulatie, geeft de netto primaire productie. De netto primaire productie geeft de hoeveelheid organische stoffen die gebruikt kunnen worden om biomassa op te bouwen in een organisme. Per trofisch niveau vindt de uitstroom van energie plaats. Dit komt door verbranding die plaatsvindt, delen van het lichaam die niet verteerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ontlasting en het skelet, en de energie die niet uitstroomt, wordt gebruikt voor groei. In de piramide van biomassa is goed te zien hoe deze uitstroom van energie verloopt per trofisch niveau. Het is ook mogelijk om een piramide van energie of van aantallen te maken. Hierdoor krijg je een beter beeld van de hoeveelheid energie die verloren gaat, of beter gezegd, uitstroomt. Zo, dat was het tweede filmpje van het hoofdstuk ecologie. Als je nog vragen hebt, kun je deze in je eerstvolgende biologieles stellen. Bedankt voor het kijken!